Nou, de telecomsector was natuurlijk 10 jaar geleden anders dan dat die nu is. Het was echt gesplitst in vaste telefonie, mobiele telefonie en datacommunicatie. Waarbij die drie diensten afzonderlijk zich respectievelijk snel tot razendsnel hebben ontwikkeld. En we zijn nu eigenlijk in een fase dat we de eerste integratie tussen die diensten gaan zien. Waardoor de telecommarkt meer een markt wordt van een combinatie van ICT en telecom. Maar ook een markt van totale communicatieoplossingen dan de afzonderlijke diensten aan zich. Omdat we ons focussen op die totale communicatieoplossingen, houden we de technologie en de ontwikkelingen in die technologieën in de gaten. Maar ook wat er gebeurt op het gebruikersvlak. Zodat wij kunnen werken aan de mogelijkheid om communicatie voor gebruikers overal toegankelijk te maken. Op ieder tijdstip dat gewenst is. En dat je zelf kan bepalen met wie je dat wil doen op welk moment. Je ziet dat de zakelijke markt niet meer per toepassing op een plek iets gaat gebruiken. Het is of je nou in de auto wil werken, thuis of op kantoor. De gebruiker moet op dat moment de keuze hebben tot een bepaalde dienst of een bepaalde functionaliteit eigenlijk. Dus daar moeten wij naar kijken hoe die zich gedraagt. De integratie van vaste mobiele en datacommunicatie in de toekomst, die zien wij als Forceworks door het verder ontwikkelen van onder andere Unified Communication, dus het doorontwikkelen daarvan, dat je dus op iedere plek waar je je bevindt toegang hebt tot die diensten. Ook meer diensten die daarover aangeboden worden en integratie tussen vast mobiel zelf of mobiel en data, maar vooral het totaalpakket wat verder ontwikkeld zal worden. Als wij naar de ontwikkeling in de toekomst kijken, denken wij inderdaad dat centraal staat het gebruikersgemak binnen die totale communicatieoplossingen en binnen de technologie die wij daar heel erg in volgen. En dan moet je denken aan applicaties die gemakkelijk toegankelijk zijn voor gebruikers. Zodat je niet eerst van alles moet downloaden, maar dat je direct in de webbrowser toegang hebt en gelijk real-time communicatiesessies kan opstarten. Dus dat is wat wij dan ook volgen op technologisch vlak. Nou, Telecom Time is voor ons natuurlijk belangrijk om mensen te ontmoeten, onze partners te ontmoeten, maar ook potentiële partners te laten zien wat Forceworks heeft. Maar ook waarbij partijen zich breder kunnen laten informeren over ontwikkelingen en trends in de markt. En daar willen wij ook natuurlijk ons steentje aan bijdragen.